De Hellestraat in Amersfoort was vroeger een echte ambachtstraat met allemaal kleine pandjes waarin allerlei bedrijfjes waren gevestigd. Er was een weverij, een timmerfabriekje en een schoenmaker. Maar uit die tijd is alleen de kuiperij van Marinus Meester bewaard gebleven. In de oude werkplaats werden houten vaten en emmers gemaakt. En daar is heel wat vakmanschap voor nodig. Kijkt u naar de docu Van Duig naar Ton. Mijn grootvader kocht vroeger het hout in het Randenbroekenbos. Dat was goed eikenhout. En waar werd het verzaagd? Deze zelf. Deze zelf. Ja. U had zelf hier, uw vader had zelf... Mijn grootvader, toen die hier kwam in 1905, toen die hier begon, zat hij vroeger onder in de straat. Dus die hierheen gekomen. En de stad had 10.000 inwoners. Meer niet. En toen ging het praatje door de stad. Je moet eens bij Meester in de Hellestraat gaan kijken. Die zijn zo modern. Want die hebben een cirkelzaag. Dat was toen. En toen was dat nog op een gasmotor. Elektra. Ja. Bestond wel, maar voor de machine was het eraan. En waar was die cirkelzaag? Stond die hier? Die stond hiernaast. En dan zaagden ze de boom. Maar wil je een vat maken, een goed vat, moet je de boom gaan kloven. Kijk, hier kan je zien, dan werden de planken eraf met een kloofmes werden die planken er afgehaald, laat maar zo zeggen. Ja, de boom werd gewoon gekloofd. En wat dat was dan, als die van de boom afkwam, dan was het nog ruw enzovoort. En dan werd hij met het rijmes aan de buitenkant werd hij bewerkt. Werd hij een beetje rond, klein beetje rond gemaakt. En aan de binnenkant, dat is een hol mes, werd het, ja nou zijn ze niet zo scherp meer, dan werd hij aan de binnenkant werd hij wat uitgehold. Ja, waarom werd het aan de binnenkant uitgehold? Omdat het zijn ronding moest krijgen. Die ronding voor de duig, laat maar zo stellen. Want, kijk, dan had hij, kijk, nog niet deze vorm, want dat komt later met het vuur. Als je een duig een beetje wat holler gemaakt hebt, ja. Dan moet hij toch ook taps gemaakt worden? Of heb je... Ja. Hoe doet u dat? Dat deden we op de strijkbank. Zoals die strijkbank daar in de hoek staat. Dat noemen ze het zogenaamde geer. Kijk, hier is die breed, daar is die smal. En dat werd er aangestreken met de strijkbank. Later deden we het met de vlakbank, want dat gaf veel sneller, laat maar zo zeggen. Want de machine die is sneller dan dat je het met de hand doet.
Maar vroeger werd dat allemaal met de hand gesneden, laat ik maar zo zeggen. En dan kwam die schuinte eraan. Kijk, want als dit recht is, dan krijg je een rechte ton, dat kan je niet. Dus je moet schuin, dat moet dan ook aan elkaar schuin. Die schuinte moet precies passen, laat maar kijken. Zie je? Dan ga je in de ronde. Dan krijg je de ronding van het vat. En als we er dan, zullen we zeggen, dat lag eraan hoe groot het vaatje moest zijn. Als ik nou zo'n maat neem, dan hadden we daarvoor de drijfbanden. Kijk. Dit zijn drijfbanden? Dat zijn drijfbanden, dat zijn dikke banden. Daar werd het vat, die duigen, die werden opgezet, zoals ze dat noemen. Dat noemde. Dat is een vat opzetten. En die zet je tegen elkaar aan. Kijk, je moet gewoon die knie daar tegenaan houden, hè? Want als je hem omhoog gaat, dan springt hij eruit en dan valt hij in elkaar. En dat heb ik ook moeten leren. Dan heb je hem opgezet. En dan ga je daarachter, komt een bredere band. En die banden, kijk, zie, die liggen in elkaar. Die ligt er dan wat onder. En dan ga je een vuurtje stoken. Een vuurtje in het vat. En waarom? Om het hout warm en zacht te krijgen. En dan kan je het buigen. Want in het begin staat zo'n vat, omdat het rechte duigen zijn, dan gaat dat. Staat dat zo, wijd uit elkaar. En als dat nou heet wordt, wordt dat zacht. En je gaat die band naar beneden drijven. Dan gaat automatisch, gaat hij dat doen. Dicht krimpen. Gaat hij dicht. En als je dan de ene kant klaar had, dan werd hij aan de andere kant dezelfde banden er weer omgedaan. En dan werd hij aan die kant dichtgedreven. En dan had je de ronding. En dan was het vat voor een derde klaar. Voor een derde? Voor een derde was die klaar. En als dat dan zover was, dan werd hij aan de binnenkant
als die glad moest zijn, uitgeschaafd. En dat doe ik dan met daar. Dan moet ik even een schaaf pakken. Dan werd die aan de binnenkant uitgeschaafd. Laat ik me zo zeggen. Kijk, dat is een half ronde schaaf. Dan werd die aan de binnenkant uitgeschaafd. En dan werd de bovenkant, die moet vlak worden. Want er moest ook nog een bodem in komen. En dat werd dan met deze schaaf gedaan. Dan werd die vlak geschaafd. Dat is een half ronde schaaf. En die werd dan op het vat gezet en die werd steeds heen en weer gehaald totdat die overal even vlak was. Als dat dan klaar was, dan moest de bodem erin komen. Maar er moet dan eerst een groef in komen. Dat is een kroos, zoals ze dat dan noemen. Dat is als het ware een zaagje. Kijk, met tandjes. Dat zijn zeven tandjes. Die werd, dat ligt eraan, dat kon je met deze pen, zullen we zeggen, kon je dat verschuiven. Dat ligt eraan hoe ver die bodem erin moest. Kijk, kon je dit naar beneden tikken. En dan zet hij hem met de spier weer vast. En als hij al de maat was, dan werd hij op de rand gezet. En die werd, dat is zwaar werk hoor. Werd als het ware de groef erin gevreesd. Kijk. Kijk. Zie? Dan komt die groef erin. Als dan die groef erin zat, dan moest er een bodem in komen. En daar gebruikten we de passer voor. En dan werd die in die groef gezet, die passer. En dan werd die 7 maal werd die rondgezet. Totdat precies op hetzelfde punt waren. Hè? En dan mocht je iets over dat naadje heen. En dan had je precies de maat van de bodem die erin moest. Nou, en dan had je, nou, een bodem. En dan werd die passen daar opgezet op het hout. En dan ging men dat afkrassen. En dan werd dat uitgezaagd. Dat werd vroeger met een spanzaag gedaan. Dat is als het ware een gewone, een soort bomenzaagje, laat maar zo zeggen, werd dat uitgezaagd. Want je kan dat niet met een handzaag doen, want dat is veel te breed. En om nou heel goed dicht te krijgen, gebruikte men biezen. Die werden dan opengetrokken. En die werden dan, hier zitten dan pinnen in. Kijk, ziet u. En die werden daar opgedrukt voor securigheid dat er geen vocht tussendoor kon komen. Dan moest dat, want er zat een groef, maar dan was dat gewoon dik. Dat moest dan aangesneden worden, zoals ze dat nu noemen. Kijk, want het is aan beide kanten schuin uitgesneden of afgesneden. En dan zette men die bodem, die zette men in dit blok met dat gat, zullen we zeggen, met die gleuf. Mm-hmm. Dan werd die ingeklemd. Met de ene been drukte je hem aan, de andere hield je hem tegen. En dan nam je het rijmes en dan werd dat, kijk, aangesneden. En als men dat dan gedaan had, aan die kant, dan werd de andere kant gedaan. Totdat men deze vorm had
van die groef, waar de bodem in die groef kon komen liggen. Die we er straks ingemaakt hebben in het vat. Als men dat zover klaar had, dan werden deze drijfbanden, die er nog omheen zitten, die werden er aan de bovenkant afgeslagen. En wat heeft dan het gevolg? Dat het vat uitzet. Want er zit geen vorm meer in. Hij wordt niet meer door de dikke banden vastgehouden. En dan werd die bodem, die werd daar ingelegd. In die groef. En als die dan daarin lag, dan werden die dikke banden daar weer omheen gedreven. Totdat die goed dicht zat. En als dat dan klaar was, dan werden het gewone normale ijzer, wat gewoon, daar werd een maat van genomen. En men ging dat dan eromheen. En als men de maat had, dan werd dat geklonken. U ziet hier de klinknagels. En dat werd op de speerhaak gedaan. Ja. En dan had je een las. Zo'n las. En die werd dan om het vat heen gelegd. Die werd dan zo om het vat heen. Ik ben er even. Nou, en als dat dan zover klaar was, dan ging men het bewerken met een spookschaaf. Dat is een spookschaafje. Dat noemen ze spookschaafje. Ik heb er nog een grotere ook. Kijk, ook. Deze is de kleinere, deze is iets groter. Nou, met de buitenkant, kijk. Werd mooi glad gemaakt. En als men dat zover klaar had, en men had dat aan de buitenkant ook afgescheen, dat die glad was, dan was in wezen het vat klaar en dan werd er water in gezet en dan mocht er geen druppel uitkomen. Want hij moest dicht zijn als hij hier wegging. Hoe lang deed u over het maken van een vat? Nou, als je hem helemaal met de hand moest maken, nou, anderhalve dag, zeker. Echt, dat was zeker de tijd. U zag de documentaire van Duig naar Ton over de oude Kuiperij in de Hellestraat in Amersfoort. Volgende week gaat docu over het werk van de Utrechtse filmer Frans Hofmeester, die wereldberoemd werd door zijn dochter Lotte, die hij sinds haar geboorte iedere week filmt. Maar ook van de rest van de familie maakt hij indringende portretten. Volgende week in docu, hier bij RTV Utrecht.